bij Topnemers iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Het gast is Rick Goud. Rick, je bent van Ziver. Yes. Met een Z en dubbel V. Ja. Wat doen jullie? Wij maken een oplossing voor bedrijven, een communicatieplatform voor veilige informatieuitwisseling. Waarbij we ons proberen te richten op het voorkomen van datalekken. En dan niet alleen door encryptie, maar ook door de menselijke fout centraal te stellen. En de menselijke fout centraal stellen? Ja. Ja. Die snap ik niet. Nou ja, het, sinds de AVG, of de GDPR afhankelijk van aan wie het vraagt, sinds mei heeft elk bedrijf natuurlijk als een van die hoofdpijndossiers ervoor zorgen dat je aan die privacywet voldoet. Als onderdeel van die privacywet is eigenlijk centraal het voorkomen van datalekken. Dus zorgen dat privacygevoelige informatie niet in de verkeerde handen valt. En dan denken de meeste mensen traditioneel aan die hacker die je buiten moet houden, omdat die achter je data aan zit. Alleen als je naar de feiten kijkt, dan zie je eigenlijk dat de menselijke kant van het geheel de grootste oorzaak is van datalekken. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de meldingen van datalekken in Nederland, bijvoorbeeld over 2017. Dat waren er 10.009 datalekken. Er werd bijvoorbeeld 47% van die datalekken veroorzaakt door iets aan de verkeerde ontvanger te versturen. Dus de verkeerde RIC, verkeerde bijlagen toegevoegd. Het was daarna een USB-stick kwijtgeraakt. Daarna was een laptop gestolen. Een brief geopend retour. En dan staat daar onderaan met totaal 6% hacking, malware en phishing samen. Yep. Dan denk je, nou, staat die hacking toch tussen. Maar dat was vorig jaar altijd het inbreken in iemands account door het gebruik van zwakke wachtwoorden. Oftewel ook een menselijk probleem. Dus oftewel, encryptie is belangrijk, maar eigenlijk de menselijke kant is voor de organisatie de grootste uitdaging. En hoe voorkom je dat dan? Want jullie zeggen, daar focussen wij op. Ja. Je noemt nu een aantal menselijke fouten in de e-mailcommunicatie. Hè? Dat doen we allemaal. Je tikt een naam in en kijkt niet goed. En je verstuurt een vertrouwelijk document aan de verkeerde persoon. Ja. Allemaal dat soort dingen. Hoe voorkom je dat dan? Ja, wat wij doen, dus wij integreren bijvoorbeeld in Outlook, zodat mensen hun gedrag niet hoeven te veranderen. Maar wij voegen daar een veiligheidslaagje aan toe, waarmee wij, terwijl mensen aan het typen zijn, een aantal dingen kunnen doen. Dus we kijken eigenlijk naar wat voor soort informatie is deze persoon aan het versturen. Dus is het medisch, is het juridisch, zitten er BSN-nummers in, creditcardnummers in, ook in bijlagers. Dat scan je? Ja, en denk aan een virusscanner, denk aan een firewall, dus allemaal geautomatiseerd. Ja. En we kijken naar wie wordt dat gestuurd. En daarmee kunnen we eigenlijk drie dingen doen, globaal. Dus één, zeggen, hey, in jouw bijlage A zitten BSN-nummers. Weet je zeker dat je dat wilt delen? Het is zo gevoelig dat jij bewust moet zijn van het feit dat je op het punt staat om dat te delen. Het tweede is veiligheid. Dus op het moment dat je zou sturen, Rick, ik ben 5 minuten later, dan hoeft het niet per se versleuteld. Maar als het medische informatie is die jouw muren verlaat, wil je zeker weten dat het versleuteld is. En het liefst ook met 2-factor-authenticatie met een sms-code of zo beveiligd. En de derde is de ontvanger. Dus op het moment dat wij met elkaar dagelijks medische informatie uitwisselen, is dat normaal gedrag. Maar op het moment dat jij dat opeens doet met een Rick met wie je het nooit eerder gedaan hebt, dat signaleren wij en zeggen, wat bedoel je wel deze Rick? Want met hem heb je nog nooit medische informatie uitgewisseld. Dus je lezen mee en denken mee met de zender. Ja, met als doel om de juiste content, de juiste ontvanger en de juiste veiligheid te helpen kiezen voordat iemand op die verzendknop heeft gedrukt. Ja, dat is natuurlijk interessant, want traditioneel hoor je altijd alleen maar encryptie, encryptie, encryptie. Ja. Als je het hebt over veilig communiceren. Terwijl jij stelt eigenlijk dat het grootste gedeelte van de data lekken gewoon door stomme fouten komt. Ja, ja. En encryptie moet je doen, hè, want dat staat ook in de AVG en GDPR expliciet benoemd. Dus op het moment dat je een datalekker zou hebben, doordat je encryptie niet had toegepast, wel makkelijk had gekund, nou ja, dan ga je sowieso nat. Alleen, ja, daar begint die uitdaging eigenlijk en de menselijke kant is vaak hetgene wat tot nu toe onderbelicht is, omdat techniek daar tot nu toe in tekort schoot om daarbij te helpen. Jullie doen allebei. Ja. Nu had je nog één tussenzinnetje wat ik interessant vond. Je zei eigenlijk, we laten mensen in hun eigen routine. Ja. Hoe werkt dat dan? Want ik ken eigenlijk alleen maar platformen, ook vaak met encryptie, dat je weer dingen moet gaan installeren, moet je een andere e-mail client gaan gebruiken, if not een compleet systeem op je computer zetten, wat je dan aan 2 kanten moet hebben. Jij noemde net Outlook, hoe werkt dat dan bij jullie? Nou, dus bij... We zijn eigenlijk een veilige communicatieplatform en hebben specifieke toepassingen voor veilige e-mail, veilige bestandsuitwisseling en veilige messaging. En ik ga zo meteen wellicht nog wat meer over vertellen. Maar als je naar het e-mail kijkt, als ik dat aan techneuten vertel, dan denken die meestal dat ik het over het protocol e-mail heb, dus SMTP of IMAP. Terwijl hoe wij dingen proberen aan te pakken is, wij zeggen, als iemand zegt dat hij veilig wil e-mailen, dan bedoelt hij dat hij wil communiceren in een tool of een omgeving die hij associeert met het concept e-mail. Waarbij het bij hem natuurlijk helemaal niks uitmaakt welk protocol er wordt gebruikt. Dus daarom dachten wij, hoe kunnen wij ervoor zorgen? Want één, veranderingen van het gedrag van mensen is een van de grootste uitdagingen. Ja.
Dus ja, je moet eigenlijk integreren in die tools die mensen al gebruiken. Nou, het voordeel van tools zoals een Outlook is dat Microsoft een open structuur heeft waar je zogenaamde plugins of add-ins in kan maken. Dus wat we eigenlijk doen is, wij hebben een add-in gemaakt die eigenlijk helemaal niks met e-mail te maken heeft. Alleen wij vermommen onze oplossing als e-mail, zodat mensen hun gedrag niet hoeven te veranderen. Maar feitelijk kunnen wij daardoor veel meer dingen die met gewone e-mail niet kan, omdat wij niet gebonden zijn aan het protocol van e-mail. Dus eigenlijk wat onze Outlook integratie doet, het is een full API client, dus hij praat met onze diensten. Terwijl je een type bent, kunnen wij allerlei waarden toevoegen die met een gewone e-mailprotocol niet mogelijk zouden zijn. Ja, maar je hoeft dus geen apart programma op je computer te installeren. Je moet een plugin van jullie aan Outlook toevoegen. Ja, maar dat zal voor Outlook gebruikers. En we hebben ook een mobiele app en we hebben ook een webapplicatie. Ja. Alleen wij zijn echt begonnen vanuit een business propositie. En hebben toen gewoon gekeken wat. Dus we zijn begonnen in de zorg, geloof ik ergens. Klopt dat? Ja. De reden daarachter was eigenlijk van oké, we zien dat dit heel belangrijk is eigenlijk voor alle sectoren. Alleen je moet focus hebben, want wij dachten nou, het is waarschijnlijk niet zo, of in ieder geval het is uitdagender om in twee markten, want we hebben zorg- en gemeentemarkt gekozen, om daar een significant marktaandeel op te bouwen dan wanneer je op alle markten zou richten en op alle landen, want dan kun je overal de early adopters wel vinden. Dus we hebben gezegd, we gaan het focus hebben op twee privacygevoelige sectoren die traditioneel wel moeilijk worden bestempeld, maar waar veel gevoelige informatie in omgaat. En ik ben hiervoor 6,5 jaar strategieconsultant geweest in de gezondheidszorg. Dus kende de dynamiek in die markt, kende ik. Dus daarom zijn we in die markt begonnen. Dus daarom ben je er begonnen. Maar je was strategieconsultant, dus je had heel veel dingen kunnen gaan doen. Ja. Het was niet per se dat privacy of security jouw technische deskundigheid was. Nee. Waar zat voor jouzelf dan, behalve dat je de zakelijke kant zag, zeg maar hetgene waar je warm voor liep? Ja, nou, voordat ik strategieconsultant was, ik heb medische informatiekunde gestudeerd aan de UvA in het AMC. Dus dat is helft geneeskunde, helft informatica. Met als doel dat je beide werelden begrijpt, zag ik altijd. Ik heb tijdens mijn studietijd 3 jaar als bijbaantje geprogrammeerd, 2 dagen per week. Dus toen heb ik software leren maken. En na mijn studie ben ik gepromoveerd op beslissingsondersteunende systemen in de zorg. Oftewel, je hebt in de zorg veel richtlijnenprotocollen, die zijn op papier of pdf, te veel om uit je hoofd te kennen. Dus mijn promotie ging over hoe kun je die kennis die dan in die papieren versies zit, nou ontsluiten, koppelen aan systemen, zodat je daarmee kan gaan redeneren en advies kan geven aan artsen, verpleegkundigen, patiënten over diagnoses, behandelingen, etc. Dat was 10 jaar geleden en toen zei ik al van dit is de toekomst van de zorg. Alleen 10 jaar geleden was de toekomst er nog lang niet klaar voor en nog steeds is het erg primitief / wetenschappelijk wat er op dat vlak gebeurt. Alleen het was dus ongeveer 4 jaar geleden, dus ik heb al wel altijd IT-affiniteit gehad. Alleen 4 jaar geleden zag ik die privacywetgeving, de AVG of GDPR aankomen. En toen keek ik om me heen en toen zag ik iedereen gewoon e-mail, Dropbox, WeTransfer, WhatsApp gebruiken voor hele gevoelige communicatie. En toen had ik op een gegeven moment een idee van hoe je dat probleem kon oplossen. Maar ik geloof dat de toekomst veel meer zit in wat ik even rijke communicatie noem. Dus wat wij nu doen is mens-mens communicatie, dus e-mail, file transfer. Ik geloof dat de toekomst veel meer zit in systeem-mens, chatbots bijvoorbeeld, mens-systeem, automatische berichten in jouw bronsysteem sturen. Maar nog veel meer in het verrijken van data, dus workflow eraan toekennen, data van formaat A naar formaat B transformeren of gewoon informatie aan de stroom toevoegen. Maar ik zei, als ik daarmee begin, dan ben ik de markt te ver vooruit. Okay. Dus ik zag met die privacywetgeving en het gewone gedrag van mensen een kans om te starten met een propositie waarmee je een acuut probleem oploste, namelijk e-mail, chat en file transfer. Maar qua technologie rekening houden met het feit dat we over 5 of 10 jaar allerlei waardeproposities, zoals digitaal ondertekenen, vragenlijsten kunnen versturen, decision support, dat we dat op dat platform kunnen mogelijk maken. Maar we wilden gewoon pragmatisch beginnen met iets wat een acuut probleem zou oplossen. Ja, je noemt nadrukkelijk ook in jullie publiciteit, noemen jullie de nieuwe privacywetgeving. Mm-hmm. Dat doe je nu ook, AVG of GDPR, hoe je het wil noemen. Wat is er nou precies niet AVG-compliant aan gewoon e-mailen? Ja, dan wordt het een heel klein beetje technisch. Kijk, e-mail is, volgens mij is het protocol 1982 bedacht, of 72 zelfs. En toen bestond encryptie nog niet. Dus in principe werd alles altijd plain text verstuurd over een lijntje. Later is er zogenaamd TLS of start TLS is toegevoegd, alleen dat is een opportunistisch protocol. Oftewel, wat jouw mailserver doet aan de ontvangende mailserver is eigenlijk eerst vragen, hey, praat jij ook encryptie? En als die dan antwoord geeft ja, dan stuurt vervolgens encrypte terug. Alleen die vraag stellen
praat jij ook encryptie? Die vraag wordt onversleuteld verstuurd. Nou, het is een beetje technisch, maar daardoor kun je dus eigenlijk, als je als hacker kwaad wil, zou je daartussenin kunnen gaan zitten. En als jij nee antwoordt, ik praat geen encryptie, dan gaat standaard gedrag van mailserver is dat je het volgens onversleuteld gaat sturen. Dus eigenlijk, ik denk dat op dit moment al wel 99,7% encrypted wordt verstuurd. Alleen dat weet je pas achteraf, omdat je vooraf dus niet zeker weet of iets versleuteld wordt verstuurd. En er zijn ook gewoon in Nederland dan best wel servers die helemaal geen encryptie praten. Dus enerzijds in de AVG staat dat als je hoog persoonsgevoelige informatie verstuurt, dan moet je het versleuteld doen, sturen. Maar ten tweede staat ook in AVG dat je dat moet doen onder sterke authenticatie, met passende beveiligingsmaatregelen. En het nadeel van e-mail is eigenlijk, het wordt naar een server verstuurd. En je weet feitelijk niet wie er allemaal op die server kan. Het kan jij zijn, maar op het moment dat je van een Google of een Hotmail, nou ja, weten we natuurlijk dat hun verdienmodel is, als je geen betaalde abonnement hebt, dat ze jouw data gebruiken voor advertenties, et cetera. Terwijl feitelijk in de AVG staat, als je bijvoorbeeld een medische organisatie bent, je moet zeker weten dat alleen jij degene bent die erbij kan. Ja. Dus dan kom je al snel op twee-factor authenticatie uit. En met gewoon e-mail is dat ook standaard niet mogelijk, dat jij de ontvanger dwingt om zichzelf sterk te authenticeren. En dan heb je de menselijke fouten niet meegenomen. Ja. Want uiteindelijk vraagt die wetgeving, uiteindelijk gaat het allemaal om datalekken voorkomen. En dan kom je ook weer op die menselijke fout. En dat helpt het huidige e-mailprotocol ook eigenlijk niet ondersteunen. Ja. En is het dan bij jullie systeem zo? Want dat was natuurlijk altijd een van de grote bottlenecks bij het implementeren van die twee-factor encryptie. Moet je, om met jullie systeem te kunnen werken, moet de ontvanger ook iets installeren? Nee. Maar hoe je het eigenlijk denk ik kan vergelijken. Dus als je een ontvanger bent die niks van Ziffer weet. Ja. Dan stel dat ik jou een e-mailtje stuur en jij hebt geen Ziffer. Dan krijg jij een zogenaamd notificatie-e-mailtje, maar dan helemaal gestyled met jouw branding, dus jouw kleur, jouw logo, waarin staat, Rick van Ziffer stuurt jou een gevoelig bericht. Klik hier om dit bericht te bekijken. En als je op hier klikt, dan ga je eigenlijk naar een gebrand portaal dat ook de identiteit heeft van jouw organisatie. Dan krijg ik op dat moment bijvoorbeeld een sms-code om te laten zien dat ik ook degene ben die bij dat berichtje kan, dan vul ik dat in. En dan kom je daarna Ik krijg dat nu wel eens van zorgmail. Is dat een vergelijkbaar systeem? Dat is vergelijkbaar, ja. Is dat een concurrent voor jullie? Ja, zeker. Ja, dus die bieden hetzelfde. Ja, dus hebben dat sms'je een half jaar geleden inderdaad ook geïntroduceerd. Nou, dat jullie het 2 jaar geleden hadden geïntroduceerd. Ja. Ja. Is die concurrentie groot in deze sector? Nu we het er toch over hebben. Ja en nee. Ik zeg altijd, het ligt eraan welke vraag de zorginstelling van het zorgmail doet iets in de zorg heeft. En, want als hij zegt, oké, ik wil veilige e-mail hebben en hij ziet dat als iets binairs, als één ding. Dan kun je zeggen, want dat doet zorgmail ook en dat doet een partij als Scriptshare ook. Microsoft heeft tegenwoordig ook zo'n propositie. Maar als mensen eenmaal tot het besef komen, zeg ik altijd, dat het niet encryptie is wat ze willen. Maar ze willen dus eigenlijk de awareness van de mensen vergroten. Ze willen de menselijke fouten voorkomen. Ze willen menselijke fouten herstellen. Het moet gebruiksvriendelijk zijn. Het moet ook voor de ontvanger nog een beetje leuk zijn. Ze moeten goede encryptie gebruiken, logging. Nou, zijn dat allemaal unique selling points van jullie? Ja, nou, dus wij zeggen, uit de markt hebben we opgehaald. Er zijn 12 functionele wensen en eisen die je als organisatie wat ons betreft zou moeten willen als je het over veilig communiceren hebt. En wij doen ze alle 12, niet omdat we ze bedacht hebben. Nou, maar we halen de vraag uit de markt op. En als we zien dat er nog een functionele vraag is die we niet ondersteunen, dan zetten we op de roadmap en dan voegen we hem toe. Dus inmiddels zijn het er 12. En eigenlijk als je naar alle concurrenten eigenlijk in de hele wereld kijkt, komen de meesten niet verder dan 2 of 3 van die functionele, terwijl wij ze alle 12 doen. Een van de dingen die we daarin ook niet onbenoemd mogen laten, een van de 12 is ook file sharing. Ja. Dat gaat, althans ik pik het op uit wat ik over jullie gelezen heb hoor. Ja. Dat gaat natuurlijk ook heel vaak fout, omdat je via mail clients dat gewoon niet kunt doen, alles wat te groot is. Ja. Dan gaan mensen Dropbox share en weet ik wat ze allemaal gaan doen. Ik weet niet of WeTransfer veilig is. Ik geen idee. Ja. Jij? Ja, nou ja, ook dat is wat de vraag is veilig. Kijk, ik hou me er ook niet mee bezig. Maar nee, daarom. Het is natuurlijk wel belangrijk. WeTransfer zorgt ook zeker dat hun servers goed beveiligd zijn, et cetera. Alleen bij WeTransfer kreeg ik ook gewoon een linkje. Met als je daarop klikt, kun je bij het bestand. Ja. Dus die zij zorgen allemaal bij dat linkje. Dat ja, dus ik bedoel, van zij zorgen natuurlijk wel dat hun servers goed zijn. Maar het gaat feitelijk om dat je het net zo goed dan via e-mail kunnen sturen.
als jij wilt zorgen dat er iemand die het e-mailtje onderschept niet bij de data kan, dan moet je andere maatregelen nemen. Ja. Maar wat jullie dus bieden is dat je gewoon attachments mee kan sturen tot 5 terabyte, klopt ja. dat? Ja. Ja, dus we zeggen altijd... Bizar groot. Ja, nou ja, het verhaal was dat wij een groot ziekenhuis in Nederland als klant kregen. Dus ik geloof dat we eerst tot 50 gigabyte of zo hadden. We dachten, nou, dat zal wel voldoende zijn. Maar toen kregen we een groot ziekenhuis en die ging DNA sequencing databanken met Zwitserland uitwisselen. En die dingen schijnen 1 terabyte groot te zijn. Dus toen vroegen ze ons, van kan dat niet wat groter? Nou ja, toen was de volgende stap was 5 terabyte, dus het staat mooi, maar... We kunnen nu ook zeggen, het is 200 keer meer dan Dropbox en dan WeTransfer. Maar als je hem vanuit de gebruikers kijkt, dat doet ook bijna nooit iemand. Maar je wilt hem omdraaien. Het is natuurlijk raar dat als jij als gebruiker dingen wilt delen. Jij als gebruiker, of iets nou 1 MB, 100 KB of 20 MB is. Jij wil geen verschil ervaren. Ja. En het is natuurlijk raar dat je nu, als je iets van 11 MB wilt toevoegen, dat jouw mailprogramma begint te piepen. Dat kan niet. En dat je opeens een andere omgeving, een platform moet. En als je 2 keer 10 doet, mag het wel. Ja, nee, dus wij zeggen, joh, wij willen dat weghalen bij de gebruiker. Dus als gebruiker wil je gewoon communiceren. En wij springen wel door het technische hoepeltje om ervoor te zorgen dat wij met die grote bestanden kunnen opgaan. Niet dat jij dan opeens een hele andere app of andere toepassingen moet gebruiken. Hey, Roland heeft die volgens mij ook gezien. Het was een mooie blogpost over iemand die bij een van jullie investeerders werkte. Jullie hebben recent 12 miljoen investeringen opgehaald. Ja. En het grappige daarvan vond ik, jij zegt eigenlijk hier, ja, weet je, ons plan is veel groter. Maar zij kiest er eigenlijk nog in die post voor om te zeggen dat jullie het e-mailprobleem oplossen. Zeg maar. Ja. Zij beperkte het tot e-mail. Is dat ook een marketing ding? Omdat dat snappen, je moet het niet te ingewikkeld voor mensen maken. Je moet niet zeggen, we lossen 12 problemen op. Ja, we lossen er eentje op. Ja, precies. Nee, dat is het hoor. Kijk, en dan heb je die 12 problemen, is dan nog wel binnen het communicatiedomein. Maar als ik vertel over beslissingsondersteuning, wij doen ook op dit moment al met vragenlijsten en met workflow. Ja, dat vinden mensen soms ook gewoon lastig van, oké, maar jij doet e-mail, wat heeft dat nu te maken met vragenlijsten en met workflow? Dus ja, je wilt voor het mensen ook hapklaarbaar maken een probleem dat ze begrijpen. Maar het is ook afhankelijk van wie ik tegenover me heb. Of ik het verhaal alleen maar vernauw tot e-mail, omdat ik denk nou, dat landt het best bij hem. Of dat iemand meer het visieverhaal wil horen. Dat is eigenlijk het verhaal wat je wil vertellen, toch? Eigenlijk. Nou ja, dat is eigenlijk, ik zeg altijd, ik ben niet begonnen om e-mail, file transfer, messaging te gaan doen. Ik zie dat als een startpunt om uiteindelijk over 5 tot 10 jaar. Ik zeg altijd, ik hoop dat wij meer bekend zijn over met onze waarde toevoegende proposities over 5 tot 10 jaar, dan onze risicomitigerende propositie. En dat is wat we nu natuurlijk dominant verkopen. Maar ik hoop uiteindelijk natuurlijk dat je, dat je door workflow, dat je door digitaal ondertekenen, dat je door het versturen van vragenlijsten op een gebruiksbeleving manier, dat je daar heel veel papierwerk of handwerk wat nu gebeurt, dat je daarmee kan wegautomatiseren op een manier die privacy vriendelijk is. En als je naar die toekomst kijkt, zijn jullie dan nog steeds een... Zijn jullie dan primair een organisatie die in de gezondheidszorg opereert? Of is dat ook een startpunt voor je? Dat is nu wel echt een startpunt. Kijk, als je vanuit een we hebben dus nu net die investering opgehaald waar je het net over gaf. 12 miljoen? Ja, dat is wel dollar, maar, het is wel zo'n 12 miljoen. Veel. Een hoop geld. Veel. Ja. En dat is eigenlijk om 2 doelstellingen te realiseren. Wij zien, dit doet nog verder eigenlijk helemaal niemand in de wereld. We komen in Amerika een partij tegen die een klein beetje doet wat wij doen. En in Engeland ook. Maar die zitten ongeveer allemaal op 40-50% van wat wij doen maximaal. En die zijn wel echt beperkt tot het e-mailprotocol tot nu toe. Maar als je vanuit een internationaal en investeringsperspectief naar ons kijkt, dan zijn wij eigenlijk een Dutch healthcare play. Oftewel, we zitten in Nederland dominant in de gezondheidszorg. Dus we hebben dit geld nu opgehaald om enerzijds te laten zien dat we geen healthcare play zijn. Dus we gaan nu naar de juridische sector en naar de financiële dienstverlening. Daar zijn we nu volop mee bezig en dat gaat de goede kant op. En om te laten zien dat we geen Dutch play zijn. Dus we hebben al 5 Duitse mensen aangenomen in de afgelopen weken en in België zijn we actief. Dus eigenlijk hebben wij als doel de komende 18 tot 24 maanden 2 nieuwe markten en 2 nieuwe landen toe te voegen. Omdat je dan aan de buitenwereld ook laat zien, oh ja, maar de potentie is heel veel groter dan een Nederlandse zorgspelletje spelen. Zeg maar. Ja, cultuur is overal een belangrijk ding. Cultuur kan een belangrijke rol spelen. De gezondheidszorg is een andere cultuur dan het bankwezen. Ja. Nederland is een andere cultuur dan Duitsland. Ja. Als je vanuit Amerika redeneert, het land is zo groot, dus daar kun je eigenlijk al heel veel doen. En die denken dan altijd, als we naar Europa gaan, als we een kantoor openen in Londen, dan hebben we Europa. Dat is nog steeds een idee wat bij sommige mensen
mensen bestaat. Hoe kijk jij tegen dat soort cultuurproblemen aan? Want die moet je wel eigenlijk elke keer weer tackelen. Een land is anders, ja. Een markt is anders. Ja. Ja, dus daarom hebben we ook 5 Duitsers, hebben inmiddels een Zurich GmbH, hebben ook een postadres in Duitsland, hebben alles onder het Duits recht, omdat de Duitsers, die willen toch echt wel van Duitsers kopen. En je moet daar ook gewoon de framing aanpassen. Bijvoorbeeld in Duitsland zijn ze bijvoorbeeld in de zorg, dus wat we eigenlijk willen doen in andere landen, is dezelfde markten als in Nederland bedienen, zodat we maar één onbekende hebben, namelijk is het cultuur of het land. Maar bijvoorbeeld in Duitsland krijgen zorginstellingen 55 cent per fax die ze sturen en 28 cent per e-mail die ze sturen. Nou ja, dus dan dat in Nederland werkt dat helemaal niet zo. Dus daar moet je je framing, je verhaal omdraaien, omdat je daar de waardedrijvers voor een organisatie moet snappen. En met name, nou ja, vaak iets anders moet noemen, maar soms ook een kleine feature moet maken om mensen te kunnen laten e-mailen. En dan kan het als fax aan de andere kant eruit komen, zodat het beter in hun businessmodel past, zal ik maar even zeggen. Veilige fax. Ja, maar vooralsnog hebben we inmiddels wel snel doorgehad van, nou ja, als in Duitsland, dan moet je niet vanuit Nederland proberen. Dan moet je ook echt Duitsers er hebben zitten met een netwerk, want anders gaat dat zeker in de zorg en de gemeentemarkt niet lukken om dat vanuit Nederland te bestieren. Hey, je zei net, we willen het zo makkelijk mogelijk maken voor de gebruiker. Dus je gebruikt de Outlook eigenlijk als basis om via de API. Ja. Ben je daar, is dat ook het enige wat je doet? Want heel veel mensen gebruiken natuurlijk geen Outlook. Nee, nou, als je naar de zakelijke dienstverlening kijkt, moet ik zeggen, dus waar wij op ons richten, dus de advocatuur, de accountancy, de ziekenhuis, de gemeentemarkt, dan zit je met Outlook echt op 90% marktaandeel. Ja. Maar we hebben ook dus gewoon een API die door iedereen te raadplegen is, zodat ook andere zaken zouden kunnen koppelen. We hebben ook e-mail interfaces gemaakt, omdat bijvoorbeeld als je in de gemeentemarkt kijkt, die hebben vaak zaaksystemen, maar ook in de ziekenhuis bijvoorbeeld, die hebben elektronische patiëntendossiers. Er zit ergens al wel een knopje in van stuur dit aan de patiënt of stuur dit aan de burger. Dus ja. We hebben inmiddels ook koppelvlakken gemaakt, zodat mensen gewoon op dat knopje kunnen drukken en dat het dan via een SMTP-koppeling veilig bij ons platform aankomt. Inmiddels voor Outlook Web hebben we ook zo'n integratie. Ja. Maar datzelfde kunnen we bijvoorbeeld voor Gmail doen. We zijn gewoon van boven naar beneden begonnen. Je zou het ook voor de Google Enterprise omgevingen, die natuurlijk ook best veel gebruikt worden. Ja. Weliswaar in andere sectoren misschien. Ja. Maar, je bent wel afhankelijk van of je... Want wij kunnen onze waarde alleen maar toevoegen als wij in de client, in de applicatie geïntegreerd zijn. Zitten. Dus ik noem even wat als Thunderbird op je iPhone. Dat gaan wij nooit kunnen doen op de manier zoals we het in Outlook doen, omdat wij niet daarin kunnen integreren. In Gmail zou het wel kunnen. Ja. Maar voor dat soort Thunderbird hebben we ook andere technologie die dan meer server-side werkt dan client-side. Maar ja, het beste is natuurlijk als je terwijl je typt feedback krijgt. En dat kan je alleen maar als je in de client integreert. En jullie zijn natuurlijk vanuit mijn optiek verbazingwekkend snel in 4 jaar tijd van 4 jaar geleden begonnen. Ja, 3,5 jaar. 3,5 jaar geleden begonnen. Nu in Nederland inmiddels best succesvol met een flink klantenbestand in de zorg en bij overheden, volgens mij. Ja. Eerst 3 miljoen opgehaald, nu 12 miljoen opgehaald. Hoe verklaar jij dat jullie idee zo ontzettend aanslaat? We hadden het er voor de uitzending ook even over, want in Nederland dat privacybewustzijn is natuurlijk toch maar heel beperkt. Ja, ik denk dat het een aantal... Kijk, wij hebben van begin af aan wel gezegd, toen we dit 3,5 jaar geleden begonnen, van joh, dit wordt wel een go big or go home spelletje. Je zag gewoon van, oh, dat privacy gaat met die AVG-komst. Want je voelde het aankomen, dat gaat gewoon heel groot worden. Ja. Dus we hebben toen van begin af aan ook wel gezegd, ja, we moeten dit niet zoals typisch Nederlands is bootstrappen en op een zolderkamertje dit gaan zitten ontwikkelen. Groot moet ik toch wel je even corrigeren. Mm-hmm. Groot voor organisaties die wettelijke verplichtingen hebben. Ja. Maar onder de bevolking leeft het volgens mij nog steeds totaal. Nee, helemaal niet. Nee hoor, dus kijk, op het moment dat ik, en ik ben zo meteen ook benieuwd naar de volgende spreker. Van Startpage, de veilige browser. Ik durf het niet bij een consument. Wij geven toch een consument gratis weg, want een zogenaamde willingness to pay per consument, hiervoor zie ik niet. Daarom hebben we echt een business propositie neergezet. Ja, dus, voor mensen die moeten. Die mensen die moeten. Ja. En dan inderdaad, maar wat moeten ze dan? En dan ook wel gedoen, maar mensen moeten, maar ze willen eigenlijk niet. Dus met dat je dan zorgt dat ze iets hebben waar ze hun gedrag niet voor hoeven te veranderen. Waar het makkelijk is. Dan is het een no-brainer. Ja. Want meestal als je bij grote organisaties komt, een van de eerste vragen die ik vaak krijg is van dat de businessmen zeggen, oh ja, Rick, ik vind het een hartstikke leuk verhaal, maar dit gaat bij ons nooit werken. Onze architectuur is zo ingewikkeld. Daar moet je maanden voor uittrekken. Onze enterprise architecten die zeggen, dit gaat nooit werken. Nou, ik ben tot nu toe nooit organisaties tegengekomen waarbij het niet in een aantal dagen, als je je kwaad maakt, zou werken.
Dus we hebben ook geprobeerd rekening te houden dat je het gewoon bijna op elke infrastructuur erbovenop kan plakken. In plaats van dat je hoeft te migreren en allerlei rare dingen hoeft te doen. Want ja, dan had het ook niet succesvol geweest als je het niet zo laagdrempelig mogelijk maakt voor zowel de gebruiker als voor de organisatie. Dat pleit natuurlijk ook heel erg voor Duitsland, waar de privacywetgeving strenger is nog dan in Nederland en het bewustzijn groter. Ja. Vandaar ook dat jullie daar als eerste beginnen. Zeker. Ja. Dus dat is de pre. De con is dat wij in Duitsland wel het woordje cloud tot een minimum proberen te beperken. Dus les 1 was dat je moet het hosted in de cloud. Je moet het hosted noemen en geen cloud. Dat helpt al een paar gesprekken. Ja. Maar in Duitsland merk je inderdaad wel gewoon mensen ontzettend privacybewuster. Alleen daar leeft bij sommige mensen nog het gevoel van als het in mijn eigen bezemkast staat, dan is het veilig. Ja. En wij gebruiken een type encryptie die garandeert dat als het bij ons op onze server staat, kunnen wij er niet bij. Dus het is veiliger dan in je bezemkast, want ook daar kunnen wij er niet bij. Alleen, het is onze kerntaak om over jouw veiligheid na te denken en aan firewalls, virusscanners, et cetera, na te denken in plaats van in je bezemkast dat jij er verantwoordelijk voor bent. Alleen ja, daar heb je nog wel whitepapers voor nodig, verhaal, heb je daar nog wel wat extra overredingskracht nodig voordat mensen die transitie naar cloud / hosted maken. Maar ik moet zeggen, 2 jaar geleden had ik ook nog vaak die discussie in Nederland, dat mensen kan het niet on-premise draaien. Ik denk dat ik laatst half jaar die vraag eigenlijk. Daar komen ze bij hele grote overheidsorganisaties nog wel tegen. Hey, wat is jullie businessmodel? Waar vraag je geld voor bij klanten? Ja, per medewerker per maand. Per medewerker per maand. En het is een abonnementsmodel. Ja. En we hebben inmiddels wel gezegd: het is alle medewerkers of niks. In het begin hadden wij wel eens. De fout gemaakt. Dat bijvoorbeeld een ziekenhuis in Nederland heeft gemiddeld 3000 medewerkers. Ik noem even wat. Dat we de fout hadden gemaakt dat een ziekenhuis zei van oké, doe mij maar 1000 accounts. En dat was volgende week, 950 is eigenlijk ook wel voldoende. En de week daarna was het weer 900. Dat is uiteindelijk een discussie zonder eind. Totdat we op een gegeven moment 2 keer een datalek hadden bij een organisatie die Ziffer gebruikte, maar door een medewerker waarbij iemand besloot dat geen account te geven. Nou ja, Stien heeft gezegd, jongens, het is natuurlijk een arbitraire grens, waarom geef je hem wel het recht tussen haakjes om veilig te e-mailen, die anderen niet. Die implementatie wordt er moeilijker voor. Het is gewoon al je medewerkers of niks. En wij corrigeren ons prijsmodel wel voor het feit dat jij best 10 of 20 mensen, 20% van de mensen hebt zitten die het nooit zal gaan gebruiken. Dus het is vanaf nu geen discussie meer of mensen een account krijgen. Dan heb je liever een kostendiscussie dan ofwel of geen account discussie. En dat werkt eigenlijk het laatste 1,5 jaar nooit, is dat nooit een issue. Zijn jullie al winstgevend? Nee. Waarom? We zitten echt in een groeimodel, dus daarom hebben we ook de investering opgehaald van die 10 miljoen. We zijn inmiddels met z'n 75. Zo. Wat je eigenlijk doet is... Ondernemingsraad, denk ik dan. Maar ja, dat is inderdaad deze week weer... ja, daar zijn we weer mee bezig. Ja. Nee, maar wat je dus doet, bijvoorbeeld, we hebben nu 6 mensen in Duitsland aangenomen en... Laat ik dat vraag dan anders stellen, want die snap ik als je op de groei zit. Maar als je jullie basisoperatie in Nederland gewoon zou draaien zoals je hem draait... Ja. Nee, dat zou makkelijk zijn. Ben je dan rendabel of ben je zo'n cash-burning bedrijf wat maar 1 mogelijke exit heeft en dat is... op een gegeven moment verkopen en hopen dat iemand anders het rendabel maakt? Nee, eigenlijk niet. Om een idee te geven, wij hebben denk ik 25... of inmiddels 26 ontwikkelaars zitten. Mm-hmm. En die bouwen alleen maar aan nieuwe dingen. Die zijn eigenlijk, wij zijn gevirtualiseerd. Ja. We kunnen binnen een paar minuten van 10 naar 100 servers horizontaal opschalen. Dat zit in de cloud, mag ik niet zeggen in Duitsland. Hosted. Amazon, Azure. Nou ja, kijk, het maakt ons niet uit waar het staat, als het maar binnen de Europese economische ruimte op een ISO 7001 gecertificeerde servers onder ons beheer staat. Dan staat het in Ierland bij Amazon. Frankfurt, of het kan in de Eemshaven staan, of het kan in Amsterdam staan. Precies. Zolang het maar Linux-bakken staan die we op afstand kunnen beheren en die aan die criteria voldoen. Precies. Ja. En daarmee kijk je constant naar latency, uptime, et cetera. Dus het zou morgen ook op een andere plek in theorie kunnen staan dan overmorgen. Maar goed, de vraag was eigenlijk, ben je binnen je basisoperatie winstgevend? En jij zei ja. Ja, dus voor het technisch in de lucht houden, nou ja, als je 1,5 mensen te boeven, dan zou het in principe blijven draaien. En je hebt wat customer support, et cetera. Ja. Al die 50 ontwikkelaars, die zijn we aan het toevoegen voor die nieuwe ontwikkelingen. Zoals automatisch archiveren, koppelingen met andere systemen, digitaal ondertekenen wat we willen gaan doen. En allemaal dus nieuwe features die uiteindelijk die waardepropositie vormen. Hey, de laatste vraag van mij, want voor de stekel nog een half uur gesteld. Half uur is om. Maar ik zit ineens af te vragen. Dat was recent. Pathé is misschien geen klant van jullie. Nee. Daar is iemand, heeft heel slim mailtjes zitten sturen naar Pathé. En als gevolg daarvan heeft de Nederlandse afdeling van Pathé 19 miljoen overgemaakt naar weet ik veel welk land. Was dat als jullie dienst hadden gehad? Was het dan niet gebeurd? Nee, nog niet.
Waarom niet? Kijk, wat wij op dit moment doen, is wij focussen ons op het uitgaande e-mail. Dus wat verstuur jij? Alleen, we zijn inmiddels wel tot het niveau... Kijk, die regels op uitgaande e-mail, die kunnen wij natuurlijk ook loslaten op inkomende e-mail. Dus we kijken, wat voor data is dat? Is dat wel, een beetje technisch, is dat DKM ondertekend? Is dat DMARC compliant? Wordt dit verstuurd door een domein die 2 weken geleden pas is aangemaakt? Staat een andere naam bij de afzender dan in zijn signature? Dus, maar die regels passen nu alleen maar toe op uitgaande e-mail. Maar we zijn dus nu met de propositie dat je hetzelfde op inkomende e-mail gaat gaan. Maar tot nu toe waren we alleen uitgaande e-mail. Oké, dus maar in de toekomst kun je als bedrijf, zeg maar... Want dat vind ik nou persoonlijk een hele sterke, want je moet gewoon... Het is gewoon heel ingewikkeld om te kijken, dit domein, je gaat niet bij elk mailtje zitten kijken, waar komt het vandaan, klopt het wel? Ja, maar technisch is het ingewikkeld. Je zegt, ja, er staat hier dat het van Zewur komt met een W in plaats van dubbel V. Ja. Ja, dat komt niet overeen met zijn naam. Dan kun je zo een warning geven. Ja, technisch is dat niet heel ingewikkeld, maar onze ogen zijn daar niet op ingericht. Nee. Wij denken, er staat iets wat we verwachten dat er staat. Maar wij zouden een Outlook dus van dat soort warnings kunnen toevoegen. Als je hem open doet, weet je zeker dat het geval is. Ja. Oké, super. Komt eraan. Ik mag ook altijd de laatste vraag stellen, toch? Nee. Ja, oké, vooruit. We nodigen jou, hypothetisch geval, over 2 jaar zit je hier weer. Ja. Waar zijn we? Dan hoop ik dus dat kort antwoord, Duitsland en België. Duitsland, België en in 2 andere markten en dat ik hopelijk hier dan weer... Dan ben je al tevreden? Nee, 12 miljoen? Nee, dan hoop ik dus dat ik hier weer zit met het verhaal dat we een volgende ronde hebben opgehaald. Met genoeg geld om het er nog 7 of 8 andere landen op dezelfde manier te gaan doen. Ja, want de ambities zijn groot. Ja. Ja. Hey, dankjewel. Mooi verhaal. Jullie super, bedankt. Dankjewel. Ja. We bedanken zoals altijd de biersponsor Bier & Co. Stekel, deze is lekker hè, die Jever. Jever, heerlijk. Ja. Heerlijk. Ja. Vind ik ook. Ja. We bedanken voor nog meer PQR voor hosting van de website. Jetstream voor de livestream. En Streamzilla. En Freedom Lab voor de gastvrijheid. Want hier vandaan zenden we iedere dinsdag uit. Zo direct praten we verder. Eigenlijk hetzelfde. In het verlengde van dit thema gaat weer over privacy, security. Met Christian Solzer. Klopt. Van Startpage. Ja. Dus kijk je live, blijf kijken. Kijk je on demand. Dan weet je dat je die uitzending ook on demand kunt zien. Dag.